Buurtbemiddeling helpt buren die ruzie hebben met elkaar. Deze vorm van hulp wordt nu ruim een jaar aangeboden in IJsselmargraten. Veel mensen vinden het ook moeilijk om het gesprek aan te gaan. Dus voor ons is de uitdaging niet zozeer om het probleem op te lossen, zeg maar. Dus de geluidsoverlast of de rotzooi of de auto voor de deur of de container of whatever. Maar dat de mensen weer met elkaar in gesprek gaan. En op zoek naar de echte bergtop van Vaals. Goedenavond, dit is het Heuvelandnieuws van woensdag 21 augustus. Burenruzies komen regelmatig voor en het is van belang dat deze niet uit de hand lopen. In de gemeente IJsselmargraten is er nu ruim een jaar buurtbemiddeling voor. Door samen het gesprek aan te gaan, kan de schade beperkt worden. Vaak is de drempel heel hoog om je bij een buurt te melden, zeg maar. Om te zeggen van, goh, aan te bellen. En of ze gaan pas als het niet tot hier, maar tot daar zit, zeg maar. En dan gaat dat op een toon en met een heftigheid. En dan komt dat niet goed over bij die buur. En dan clasht het. Dus voor ons ligt de uitdaging van, goh, om laagdrempelig mensen te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan. En juist door met elkaar in gesprek te gaan, kan de lucht al flink geklaard worden. Dat gaat richting de 70%, zeg maar. Dat het wel lukt om mensen weer on speaking terms. Vaak, veel mensen vinden het ook moeilijk om het gesprek aan te gaan. Dus voor ons is de uitdaging niet zozeer om het probleem op te lossen, zeg maar. Dus de geluidsoverlast of de rotzooi of de auto voor de deur of de container of whatever. Maar dat de mensen weer met elkaar in gesprek gaan. Anoushka Kremers is een van de vrijwilligers van de buurtbemiddeling. Zij helpt mensen nader tot elkaar te komen. Mensen kunnen heel boos worden inderdaad over kleine dingen. En eigenlijk zie je dan ook wel dat er vaak in ieder geval veel meer speelt bij mensen thuis. En dat de burenoverlast een druppel is die de emmer doet overlopen. Wij letten erg op of mensen goed naar elkaar kunnen luisteren of dat ze dat in ieder geval doen, dat ze elkaar laten uitpraten. Soms vinden ze het moeilijk om dingen te verwoorden waarvan je weet uit het eerdere gesprek dat dat speelt. Nou, dan helpen we mensen wel een beetje op gang. En zo letten we ook op dat ieder aan de beurt komt om zijn zegje te doen en zijn last te kunnen vertellen. Dat is volgens beide dames belangrijk, want sinds de coronacrisis merken ze dat mensen een korter lontje hebben. Dagelijks krijgt de stichting meldingen binnen. Er is veel eenzaamheid, veel isolatie. Voor mensen zijn echt geïsoleerd. Buurtproblemen doen daar ook iets in. Die hebben daar ook een rol in. En ik denk dat wij met onze stichting daar wel erg op gericht zijn. We leven in zo'n polariserende samenleving op het moment. En het clasht zo vaak tegenwoordig. Ja, ik vind dat heel moeilijk om dat aan te zien. Dus ik probeer op mijn manier daar een klein steentje aan bij te brengen. Bij te dragen, zeg maar, dat er iets meer vrede in de wereld is. Mochten mensen nu toch een te hoge drempel vinden om zelf naar de buren te gaan, kunnen ze zich dan gewoon bij jullie melden? Ja, ze kunnen altijd bellen, ook al is het alleen maar om advies te vragen of om hun hart te luchten of het gewoon voor te leggen. Ze kunnen altijd bellen. Op de website staat ons telefoonnummer. We zijn goed bereikbaar. Ze kunnen mailen. Kan allemaal. Ook mensen die vrijwillig aan de slag willen als buurtbemiddelaar in IJsselmargraten kunnen contact opnemen met de stichting. Op zoek naar de echte bergtop van Vaals. Dat is het doel van de First International Vaals voor Bergen Expedition. Deze vertrekt op zondag 25 augustus vanuit Berghut halverwege. Volgens de organisatie van de expeditie is de werkelijke top van de Vaals voor Berg namelijk nog nooit bereikt. Ja, de top van de Vaalse Berg, denkt iedereen, ligt op 322,5 meter. Dat hebben we allemaal op school geleerd. Maar eigenlijk is dat niet zo. Dat is het hoogste puntje van Nederland. Maar de Vaalse Berg die loopt nog een stuk door. En wat wij dachten, we hebben inmiddels zoveel mensen bijvoorbeeld op de top van de Mount Everest gestaan. Nou, die is al 1000 keer in kaart gebracht en opgemeten. En eigenlijk weet niemand hoe hoog de Vaalse Berg precies is. Dus wij vonden het eigenlijk een beetje belachelijk dat we allemaal met z'n allen op de toppen van de hoogste bergen ter wereld willen staan. Terwijl de berg in onze achtertuin, de Vaalse Berg, nog nooit echt goed serieus opgemeten is.
Dus daar wilden we iets aan doen. En vandaar dat we met iedereen die mee wil, eigenlijk echt gaan meten en gaan zoeken van waar is nu het echte topje en hoe hoog is dat nu precies. De wandeling vertrekt zondag om 10 uur. De burgemeester is aanwezig om de expeditieleden veel succes te wensen. Het Sita-Sloopplein verhuist dit jaar naar een andere locatie. Die nieuwe locatie gaat worden aan de Rijksweg voor de Gulpener Bierbrouwerij. Sitaslo is het internationale keurmerk voor gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en IJzermargraten. En om dat predicaat te krijgen moet je een heel streng audit moeten gedaan worden. Wat ik begrepen heb is dat er 72 vragen zijn die uitvoerig beantwoord moeten worden. Een van de voorwaarden is dat je in een kwalitatief hoogwaardig landschap moet zitten. Je moet minder dan 50.000 inwoners hebben. Nou, dat zijn al zeg maar voorwaarden voordat je je hele lijst met vragen gaat doen. Het Sitaslo-plein gaat gevuld worden met een tent waarin Sitaslo-ondernemers hun producten en verhaal kunnen presenteren. Op het plein komt ook een open podium met live cooking. Dit alles gaat gebeuren tijdens de Hubertusmarkt op 9 november. Boei, de organisatie die verantwoordelijk is voor het restaureren van het verlaten Caltex-tankstation in Withuis, organiseert een bijeenkomst over de voortgang van het project. Het tankstation is in 1953 ontworpen en werd tot 1983 gebruikt. Het was een belangrijke plek bij de grensovergang naar België. En toen de A2 werd aangelegd, kwam die grensovergang naar België bij Withuis te vervallen en werd het tankstation steeds minder gebruikt. Het ligt er al jarenlang vervallen bij en wordt daarom opnieuw opgebouwd. Het is onzichtbaar hoe het geweest is, maar dat willen we dus helemaal beleefbaar maken. En daar hebben we tegenwoordig hele mooie technieken voor. Augmented reality. Daar wordt dus een app van ingesteld. En met die app kun je eigenlijk via een QR-code, we hebben hier een Z-paneel, dan kun je dat laden. En op dat moment kun je dan het hele tankstation zoals het vroeger was, kun je zien. Er is afgelopen mei een onderzoek gedaan naar de kernwaarden. De bevindingen worden 27 augustus gedeeld in de raadzaal van het gemeentehuis van IJzermargraten. Dan is er ook ruimte om feedback op te halen. Vervolgens wordt er besproken hoe die waarden gebruikt kunnen worden om richting te geven aan de verdere uitwerking van het plan voor het tankstation. Rondom de boom bij de Mariakapel in Schoonbron is een nieuwe bank geplaatst. Dat is een initiatief van de Kunst- en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul. Volgens de raad is de boombank niet alleen een praktische toevoeging, maar moet het ook de sfeer van saamhorigheid en gemeenschapszin die rondom de kapel heerst versterken. De Mariakapel of Bevrijdingskapel werd in 1946 gebouwd door bewoners van Schoonbron als dank voor het feit dat de gemeenschap de oorlog had doorstaan. Tot slot het weer. Donderdag blijft het in het Heuvelland droog en meestal zonnig bij 24 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig van kracht. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 13 graden. Vrijdag wordt het wederom een mooie zomerse en droge dag bij zomerse temperaturen van 25 graden. In de loop van de middag is een bui mogelijk waarbij de westenwind zal aantrekken tot 4 Beaufort. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar 15 graden. En tot zover het Heuveland nieuws voor vandaag. Morgenavond om 7 uur zijn we uiteraard weer. Wilt u in de tussentijd op de hoogte blijven van al het nieuws uit het Heuveland? Kijk dan op onze website heuvelandvandaag.nl of in onze app. En ik wens u nog een hele fijne avond.